En we zijn weer terug. Er zit weer een nieuwe gast aan tafel. Vertel me even, wie ben je? Ik ben Marco Verwoerd en ik ben serieondernemer. En ja, serieondernemer, dat klinkt heel breed. Wat doe je precies? Nou, dat is ook breed, dankjewel. De meeste mensen in deze regio kennen mij als eigenaar van Rico Noord-Holland Amsterdam. Maar de reden dat ik hier ben is omdat dit ook de plek is van Amsterdam Connected. En ik ben de founding father van Amsterdam Connected, dus ik ben thuis vandaag. Wat is Amsterdam Connected? Ja, dat is Amsterdam Connected is zeg maar datgene waar alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt en zeg maar de weg naar de toekomst toe samenkomt. Klinkt cryptisch. Ja, dat is het ook. En dat is ook niet in, denk ik, in één zin uitgelegd. Maar het belangrijkste is dat ik al een aantal jaren heel erg bezig ben met hoe gaan we in de toekomst nog geld met elkaar verdienen. En die is bij mij heel hard binnengekomen tijdens de periode wat iedereen crisis noemt. En ik geloof niet dat we een crisis hebben gehad. Ik ben overtuigd geraakt van het feit dat wij in een periode van een verandering van een economisch systeem zitten. En die verandering gaat ervoor zorgen dat wij een tweedeling in het maatschappelijk-economisch werkveld krijgen. Mensen die de snelheid van informatie nog bij kunnen benen en mensen die dat niet meer bij kunnen benen. En volgens mij is het heel belangrijk als je dat meemaakt en je wordt vooral door technologie binnenkort ontzorgd. Hè, Internet of Things, 3D-technieken, beacon-technologie, kunstmatige intelligentie, robotisering. Dan denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is dat je toegepast analytisch, zoals het dan heel netjes heet, business met elkaar maakt. En wat je daarvoor nodig hebt is... Even, wat ja. bedoel je daar precies mee? Toegepast analytisch business met elkaar maken? Ja, nou misschien is het... We zitten hier vlakbij het AMC en misschien is dat wel een heel groot voorbeeld. Als je nou longarts bent, dan ben je wetenschappelijk analytisch opgeleid. En als jij nou met een klacht naar een longarts toe gaat, dan gaat die longarts jou bevragen. En wat hij daarmee doet is uitsluiten wat je niet hebt om te vinden wat je wel hebt. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat dadelijk door een iPad wordt gedaan. He, je hebt last van je rug, je kucht, je slaapt moeilijk en je stelt die iPad een vraag. En op het moment dat die vraag beantwoord is, dan krijg je vragen terug. En na 30, 40 vragen zegt die iPad of dat softwareprogramma tegen jou, je moet naar de longarts of doe er maar een aspirintje in. Of gezien je gewicht, misschien moet je wat meer gaan sporten. Maar de moeilijke cases, daar moet je toegepast analytisch voor zijn. Dan moet je namelijk een aantal andere factoren met elkaar gaan verbinden. Nou, wij leiden op wetenschappelijk analytisch. Maar ik denk dat de technologie dat gaat ontzorgen. Dus om onze economie te blijven drijven, hebben we toegepast analytische mensen bezig. En daar speelt verbinding en contact een ongelofelijke rol. En mijn geloof is dat die verbinding en het contact het beste tot zijn recht komt in, zoals dit pand, in een mini-metropool van mensen. Van zelfstandige professional tot MKB'er tot global corporate. Die elkaar continu tegenkomen en met elkaar praten om juist te zien wat er in de ogen zit en de kans en het enthousiasme van iemand ruiken om van daaruit te zeggen, we gaan het met elkaar doen. En dat is mijn droom en daarvoor heb ik Amsterdam Connected opgericht. Maar in feite is het dus zo dat die mensen die we straks nodig hebben, dat die niet hoeven te worden opgeleid, maar die kunnen zichzelf vormen. Ja, nee. Dat is duaal. Het is ook niet zo dat die mensen die het niet kunnen, die snelheid, dat die uitgeschakeld worden voor het economisch proces. Dat moeten we ook niet willen. Daar moeten we zorg voor hebben en die moeten we een goede plek geven. Maar die krijgen geen extra bijdrage in economische groei. En helaas, tot nu toe hebben we economische groei nodig, al is het alleen maar om onze schulden te betalen. Hè, de rente is 0,5% gestegen na Trump. En dat helpt heel veel mensen om ervoor te zorgen dat als ze hun huis af moeten lossen dadelijk, dat die ook af te lossen is omdat geld minder waard wordt. Dus het is niet zo dat het ene het andere uitsluit. Wat het wel zo is, is dat je in mijn geloof moet gaan zorgen dat er een voedingsbodem is om iets met elkaar te willen. En die zit heel erg in serendipity, in met elkaar in contact komen en zeg maar het ondernemersvuur of het geloof van iets in iemands ogen te kunnen zien en daarmee met elkaar iets op te pakken. Nu vindt dat plaats hier in dit gebouw. Dankjewel. Mensen komen hier, nou, daar ga ik even maar vanuit. Mensen komen elkaar hier tegen. Noem eens een mooi voorbeeld waarvan jij zegt van nou, dat is nou echt iets wat dat kon alleen maar hier plaatsvinden. Nou ja, het grootste voorbeeld is deze Permanent Beta-dag. Ik ontmoette Martijn Aslander via mijn netwerk. Hadden allebei bevlogen ideeën over waar we naartoe gaan. En Martijn zei tegen mij, maar ik ben een nomade.
Ik wil niks liever dan over de hele wereld te reizen en mensen ontmoeten. En nadat we heel veel doorgepraat hebben over wat hier allemaal mogelijk is, kwam Martijn naar me toe en die zei van, maar nu zoek ik een thuis. En nu wil ik een vaste plek hebben voor Permanent Beta, waarbij ik nog steeds overal en nergens wil zijn, verbinding wil doen. Maar ik merk dat het nomade zijn, het enkel nomade zijn, mij ook onrustig maakt. En mij te weinig kans geeft om vanuit een stabiele basis dingen op te zetten. Nou, we zijn begonnen. Ja, dit is het. Je ziet het resultaat. We hebben hier sinds kort ook elke laatste vrijdag van de maand de Permanent Meta Borrel. En daar zie je het gebeuren. We hebben hier corporate finance bedrijven binnen zitten. Zit een accountant binnen, probaat accountants. Ik zit hier met mijn eigen Rico bedrijf. Je hebt hier het Amsterdam Health and Technology Institute, wat op deze plek healthtech innovatie gaat doen. En je ziet die mensen met elkaar gaan praten. En daar ontstaat contact uit. En geloof in iets nieuws waar iets uit ontstaat. En dat is waar ik de meeste boost van krijg en die je ook ziet. Maar in welke fase zit je dan? Zit je nu nog in de fase van dat contact en dat mensen elkaar leren kennen en dat ze elkaar inspireren? Of kan je echt al concrete dingen noemen waarvan je zegt van nou, dat is eruit voortgekomen? Nee, we zitten absoluut nog in die incubatorsfase. En gelukkig. Want alhoewel ik een perfectionist ben, maken we elke dag fouten. Maar die fouten leren ons ook over wat de volgende stap is. Want als je roept dat je iets nieuws gaat doen, en in deze schaal, hè, dit pand is 30.000 vierkante meter. Amsterdam Zuidoost-Zuid was tot voor kort het meest desolate stukje van Amsterdam. Terwijl hier over 2-3 jaar het meest innovatieve stukje van Amsterdam staat. Dat zie je ook als je hier rondrijdt. Panden worden opgeknapt. Gebouweigenaren spreken met elkaar. Achter dit pand komen 1600 woningen. Het is de meest bereikbare plek van Amsterdam. Maar dit is ook maar enkel de start. Want Amsterdam Connected met de thematiek hier Health and Technology, die zal je dadelijk ook vinden op andere plekken. Maar dan wel met een thematiek over finance, fintech of braintech of creative of logistics. Waar het om gaat is dat die kennis die in die mensen zit, dat daar langzaam een soort platform ontstaat waarbij iedereen altijd weet waar die moet zijn. LinkedIn is hartstikke leuk om fact-checking te doen, maar dat zegt mij niet of ik een integere vent tegenover mij heb. En daarvoor heb je een plek nodig, want dan praat je met elkaar. Dus we zitten nog helemaal aan die beginfase. Neemt niet weg, we gaan hard. Maar er zijn in Amsterdam heel veel plekken waar je zeg maar multitenant je plekje kan vinden. Van start-up scene zoals Be Amsterdam, als kantoortjes zoals Nest of HKN, tot high-level Regus Spaces Stripes. Maar dit is de enige plek waar zeg maar de KPI-monsters zoals je die bij die high-end ziet, gekoppeld aan die creative monsters die je in low-end ziet, bij elkaar komen en tot één concept kneden. En dat is er nog niet, en daar geloof ik in. En daar staan we aan de beginfase. En dat duurt nog wel 1, 2, 3 jaar, maar dat maken we ook met elkaar. Dat kunnen we niet alleen, want het geloof, dat moeten we delen met elkaar en daar moeten we input aan leveren. En ik kan net zoals een grote beursgenoteerde onderneming het pand kopen, het concept erin douwen en dan elke vrijdag vragen hoeveel vierkante meter zijn er verkocht. Maar iemand die aan mij vraagt wat kost een vierkante meter hier, die geef ik adressen waar het goedkoopst is. Dat is niet hier. Hier kom je voor relevantie. En die relevantie die bouwen we met elkaar. Je bent hier ook al de hele dag, hè, op de Permanent Beta Dag. Wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt of gezien of gehoord? Nou, ik ben 51 jaar. Ik heb een redelijke carrière achter de rug en heb nog een aantal zeer succesvolle bedrijven die in eerste instantie lijken op oude economie. Dat is het niet, maar dat ga ik hier niet uitweiden. De crowd van Permanent Beta, daar word ik heel vrolijk van. Ik heb nog nooit zo'n georganiseerde chaos gezien. Je denkt, wat gebeurt hier nou? En terwijl je ernaar kijkt en je bevraagt of dat wel goed gaat, komt er iets goed uit. En dat vind ik geweldig om te zien. Daar loop ik ook echt in. Daar wil ik bij zijn, dat wil ik bevoelen. Maar wat is het goede dan wat eruit komt? Ik zie een paar dingen. Je kan heel erg feitelijk zijn. Hè? Het goede wat eruit komt is dat mensen iets hebben meegemaakt en zeggen, ja, dit is een verhaal, daar kan ik wat mee. Hè, als je een Arno van Brakel bij ons hoort spreken, hoe hij met de Semco-technieken of Semco Style Institute zorgt dat je zelfsturende teams krijgt. En mensen zeggen, ja, daar moet ik wat mee. Dat is leuk, maar vooral het feit dat je ziet dat mensen energie krijgen van andere manier van denken. En dat je ziet dus dat in een wereld die echt gedreven wordt door geld
En ja, we moeten beloond worden. En het is heel erg moeilijk om over sociaal kapitaal te praten als je niet weet hoe je dat moet meten. Maar een wereld die zoekt naar verandering. En die we allemaal zien, hè? Als je kijkt naar een Brexit, als je kijkt naar Trump. Dan denk ik dat dat allemaal bewegingen zijn waarbij mensen niet zozeer de ideologie aanhangen, maar zeggen van het moet anders. En dit is een plek waarbij je ergens tastbaar krijgt, het gaat anders. En morgen vallen we weer in dezelfde fout, ongetwijfeld. Maar hoe vaker we het doen, hoe meer overtuigingen we daarin hebben. En als we de successen aan elkaar gaan rijgen, dan zal je zien dat er een betere samenleving ontstaat. En dat vind ik wel een dingetje. Ik heb kinderen van 10 en 13 jaar. Ik vind het wel een dingetje dat er een betere samenleving gaat ontstaan. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover.